Dit is nieuwsuitzending nummer 192. En die gaat over het milieu. En dan vooral liegen over het milieu. En dat is niet zo goed om daarover te liegen. Ik vind liegen zonder meer niet goed. Maar als je gaat lopen liegen over het milieu, dan... Dat is zo mogelijk nog stommer. Nou, deze man die je hier in beeld ziet, die is dan van de D66, volgens mij. Hij heet Jan Terlouw en hij schreef kinderboeken. Nou, dat is ook precies wat die man had gewoon moeten blijven doen. En zich niet moeten gaan bemoeien met dingen die echt chemie en biologie en hoe noem je dat, aardebeheer of wereldbeheer, mondiaal beheer, klimaatbeheersing. Dat is erg ingewikkeld. En deze man is een schrijver van kinderboeken. En zo iemand komt gewoon in de Tweede Kamer en die gaat ons eventjes de les lezen. Nou, dan kan je mij behoorlijk... dan krijg je mij mee op de kast. Hè? Laten we even naar hem luisteren. Het staat vast dat het klimaat aan het veranderen is en dat... Daar beginnen we mee. Kijk, het verschil tussen klimaat en weer is slechts een frequentieverschil. Dus het weer dat kan binnen een dag omslaan, sterker nog binnen een halve dag. Ik weet nog wel dat in Amstelveen, daar ging ik 's morgens met schitterend weer naar het zwembad. En 's middags om 4 uur stonden de rijen voor de kleedkokjes. En dan ging je helemaal doorweekt door ongelooflijk koude regen naar huis. Onweer, knel, knel. Dat is het weer. Het klimaat, dat verandert net zo goed. Dus het staat vast dat het klimaat verandert. Dat heet een tautologie. Ja, ik word er wel heel erg boos van wat deze meneer doet. Deze meneer mag je van mij paintballen. Bij de eerstvolgende gelegenheid. Pak hem. Hij mag niet liegen. Hij kon toch kinderboeken schrijven? Ja, doe dat dan. Ja, natuurlijk verandert het klimaat. Wat denk je nou wel niet? Wat denk je niet hoeveel frequenties er opereren in deze Erscheinung, zou Immanuel Kant zeggen. Want er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik vind het klimaat helemaal niet veranderen. Het is altijd een beetje koud en dan weer een beetje warm. Ik heb ook helemaal niet het idee dat het klimaat in Nederland aan het veranderen is trouwens, hoor. Echt niet dat ik... Eind jaren 90 had ik het idee van, oh, dit wordt lekker warm. Ja, dat duurde 3 zomers achter elkaar. En toen werden er weer van die natte, typisch Hollandse zomers. Hè. En ik weet nog wel, toen vlak na mijn scheiding, dat echt vriezen, jongen. En het hele kerkplein zat hieronder gevroren. En toen ben ik nog een keer onderuit gegleden. Maar ik had mijn rugzak ook nog op, met mijn laptop erin. Dus ik flik, nou ja, goed, het is allemaal goed afgelopen. Maar ik had wel pijn in mijn stuitje. En ik ben ontzettend blij dat dat tegenwoordig niet meer is. Ja, je zal zomaar zien dat het volgend jaar wel weer is. Deze man die zit ons een beetje angst aan te jagen. En nu wordt hij nog erger. Dat het komt doordat wij veel te veel fossiele brandstoffen gebruiken. Kijk, deze meneer die beweert dus dat hij slimmer is dan God. En ik kijk je ook nog een keer recht in de camera. Ik vond eigenlijk deze man paintballen is nog genadig. Hoezo weet hij het beter dan de heren? Want hij heeft het hier over fossiele brandstoffen. Nou, wat voor een theorie hangt deze man aan? Nou, dat is de theorie dat vroeger had je allemaal microben en dinosaurussen en kreeftjes en allemaal oerbomen, oerbossen. Nou, en toen is daar een steenlaag overheen geschoven, op een of andere manier, met een aardschoolbeweging of zo. En is al die koolstof, die is verdwenen onder het steen. En het is daar samen geperst en dan krijg je aardolie of aardgas of whatever. Dat gelooft deze man. Dat kan je uit zijn woorden opmaken, maar dat zou hij eigenlijk van tevoren eerlijk moeten zeggen. Hij moet eerst even zijn kaarten op tafel leggen, voordat hij hier als... Verschrikkelijk, hè? Het vervelende is, als deze man weg is, dan krijg je zo'n nieuwe kinderboekenschrijver die ook van die onzin gaat lopen uitkramen.
op mijn belastingcenten kosten. En dan betaal ik nog accijns over mijn bier. En over mijn accijns moet ik ook nog btw betalen. Nee, dankjewel, meneer. Hoe heet hij ook alweer? Heer? Jan Terlouw? Dokter of dokter Anders? Kinderboekenschrijver? Reken hem even met me uit, lieve mensen. Er was dus, volgens Jan Terlouw, was er een tijd dat de aarde groen was. En dat kwam door de koolstof. Ja, want de koolstof wordt de plant opgenomen. Planten zijn groen. Ja, sommige zijn een beetje rood. En, ja, planten hebben bloemen. Ja, die zijn oranje. Ja, oranje tulpen of zo. Ja, maar in de regel zijn planten groen. Ja. Dus er was een tijd, was de aarde ontzettend groen. Nou, daar had je die koolstof voor nodig. En volgens zijn theorie, hè, ik zeg niet dat die van mij is hoor, maar volgens zijn theorie is dus een hele hoop van het groen is dus onder de stenen verdwenen en dat is aardolie geworden. En hij zegt dus, blijf van dat spul af, want anders wordt de aarde weer net zo groen als toen. Jan Terlouw zegt, laat die koolstof van toen, want daar gaat het om. He, silicium, daar kan je geen planten mee maken. Je hebt Silicon Valley. Ja, maar een silicium kan je een computer maken of zoiets. Maar heb je ook nog germanium bij nodig. Maar daar kan je geen planten van maken. Daar heb je koolstof voor nodig. En hij wil dat de aarde kaal wordt. Kaal en dor en verdoeid. En dat niemand meer te eten heeft. Want die koolstof die moet onder die stenen blijven liggen. Want die koolstof was van vroeger. En hij weet wel hoe het met de aarde moet. En hij gelooft dus in dat hij weet wat, dat de heren die zag. De aarde was te groen. En toen moest ik alles onder de stenen doen. En die stoute mensen die gaan het dan omhoog peuren. Dat is zijn theorie. Mijn theorie is dat inderdaad, organisch materiaal, dat als je dat onder druk zet, ja, dat wordt van alles weer een soort prut. Ja, als je een boom hebt, neem een kerstboom, hè? Dacht je dat je daar geen vuurtje mee kon stoken? Nou, ik dacht van wel, hoor. En mag dat dan niet van meneer Terlouw? Want zo heet hij, hè? Dat mag niet van meneer Terlouw. Nee, die kerstbomen, die mag je niet verbranden, want dat zijn fossiele brandstoffen. Wat denkt hij? Hij wil gewoon de samenleving stilleggen. Hij wil ons allemaal dood hebben. Dat geeft CO2-uitstoot in de lucht. CO2-uitstoot in de lucht. Ja, wat dacht je waar je anders CO2 in kan uitstoten? Want daar gaat hij het ook over hebben. Dat ze willen de CO2 gaan opslaan onder de grond. Ja, dus dan hebben we straks helemaal geen koolstof meer. Jij bestaat uit koolstof, ik bestaat uit koolstof, bomen bestaan uit koolstof, pitbull terriers bestaan uit koolstof en hij wil dat weg. Dit is je vijand, jongen. Dit is Adolf de vioolspeler. Hè? Dit is meneer de rattenvanger van Hamelen. Die gaat jullie de afgrond in helpen. Dat betekent broeikaseffect, dat betekent temperatuur. Dat betekent broeikaseffect, dat betekent temperatuurverhoging. Oh, en dat betekent dus een lagere gasrekening, weet je wel. Want als het warmer wordt, dan hoef ik geen methaan te verstoken in deze woning. En trouwens, ik heb al 2 jaar lang de kachel niet meer aangehad. Ooit gehoord van het begrip deken en warme sokken. Temperatuurstijging, daar moeten we mee ophouden. Inderdaad, de aarde moet ijs en ijskoud worden. Net als die kop van die... Sorry, ik zei bijna dus vies woord. Is de wereld daar vrijwel van overtuigd? De Parijse akkoorden zijn daar duidelijk over. Ik zou niet weten wat de Parijse akkoorden zijn, hoor. Ik weet wel dat er een verhaal geschreven is in Rome. En dat heet het rapport van de Club van Rome. En dat was ongelofelijke onzin die erin stond. Met van, oh, de verdwijnen diersoorten. Dus, de verdwijnen diersoorten. We moeten ophouden met het verbranden van fossielen. Dat is helemaal niet echt moeilijk. Nee, natuurlijk niet. Dat hoeft er ook helemaal niet. Want heb je, als je die fossielen verbrandt, namelijk, ik zal het jullie een kort uitleggen. Dat is ook schijkende les voor de heer Jan Terlouw en zijn hele partij van Doe 66. Hè? Doe een beetje 66. Dat was er van of Democraten of zo. 66 Democraten of zoiets. Ja? Maar die hebben dus geen verstand van chemie en biologie. Ja? Het zit als volgt in elkaar.
Het leven, dat begint dus met zonne-energie. Dat is absoluut noodzakelijk. En wat je ook nodig hebt, is dag en nacht. En wat je nodig hebt, is water, dus zee en meren. En land, dat heb je allemaal, dat kan je langzaamaan bedenken. En als je er meer over wil weten, dan moet je Genesis gaan lezen. Het boek Genesis in het Oude Testament van de Bijbel. Daar staat het netjes in uitgeschreven. Zo zit het in elkaar. Nou, en dan dat levende spul, dat is dus allemaal koolstof. En dat moet in circulatie blijven. Dat moet circuleren. Als jij bijvoorbeeld naar de bakker Bart gaat hier. Ik wil geen reclame maken voor die broodmaatschappij. Ik vind het uitermate ongezond. Voor mij ga ik nog liever naar de HEMA. Want de HEMA, dat is namelijk hier eet men afval. Daar ga je daar maar naartoe. Maar daar eet jij een broodje. Of weet ik wat, een HEMA worst. En daarna ga jij dansen. En dan ga je zweten. En dan blub, blub. Ja, al die koolstof van dat broodje, die komt eruit als CO2. En daar houdt meneer Terlouw en zijn partij niet van. Wij krijgen straks allemaal CO2-maskers. Van, nee, geen CO2 meer. De koolstofcyclus moet stoppen. En als je de koolstofcyclus stopt, hè, dan stopt het leven. Dit is de partij van de dood. Het is dood, 6-6. It's gonna kill you. Hij mergelt je oma uit en daarna ben jij aan de beurt. Want er is een overvloed aan duurzame energie. De zon stuurt ons iedere dag een overmaat. Het betekent onvermijdelijk dat bijvoorbeeld kolencentrales zullen moeten worden gesloten. Waarom? Vertel het me. Hij heeft gelijk als hij zegt dat er een overvloed is aan zonne-energie. En die moet je aanwenden, die moet je gebruiken. Je moet in principe een energiebudget hebben voor je dagelijkse consumptie, die in balans is met de hoeveelheid zonne-energie die je binnenkrijgt. Daar moet je naartoe. Los daarvan. Die steenkool, waar komt die vandaan? Waren dat vroeger allemaal bossen? En is het soms zo dat je allemaal van die kale plekken op deze aarde hebt, zoals de Gobi-woestijn en de Kalahari-woestijn en Sahara heb je ook nog? Is het soms zo dat groen van die plekken in die koolstof zit? Want de gein is dat koolstofdioxide, als je dat aan een plant geeft, dan zegt een plant miam, miam. En dan moet er nog een beetje stikstof bij, en een beetje fosfor bij, en een beetje bioloog, die snapt het wel. Je kan ook de meeuwenpoep, is ook heel goed voor planten. Gewoon vogelpoep, reigerpoep, we maken het uit. Guano heet dat. Ja? Zo hou je de boel aan het draaien. En dan gaan we de woestijnen weer groen maken, en dan gaan we overal van alles laten groeien. Want dan gaan we de koolstof laten circuleren. En deze man, die heeft een inkomen netto van misschien wel 14.000 euro in de maand. En die mag deze onzin lopen vertellen. Van mensen, stop mijn leven, ophouden hier, we gaan allemaal dood. Hij doet me denken aan die foute koning in The Lord of the Rings, die ook zei van iedere man terugtrek weg. Een bangerik. Dat weet het bedrijfsleven ook. Het bedrijfsleven weet helemaal niks volgens mij, meneer Terlouw. Het bedrijfsleven begint langzamerhand te vinden dat Nederland achterloopt. En zegt, overheid, doe iets. Nou, kijk, dat is hier heeft hij mij te pakken. Ik ben toevallig bedrijfsleven, want ik heb nog nooit van mijn leven een uitkering kunnen bemachtigen en dan moet je het maar zonder doen. Hè? Dus ik ben bedrijfsleven. Nou, als ik iets wil, is dat de overheid zich vooral niet met al te ingewikkelde dingen bemoeit. Ik vind dat de overheid als eerste openheid van zaken moet geven over hoe de financiën in elkaar zitten. Ik wil een verlies- en winstrekening zien. Ik wil die begroting zien.
Ik wil de projectnummers zien. Ik wil de controle op de begrotingen zien. En ik wil niet 43.000 boekhoudingen zoals het nu is, maar één boekhouding. En meneer Terlouw die zou zich daar druk over moeten maken, maar hij snapt ook wel dat als het boekje opengaat over wat de Nederlandse overheid heeft uitgegeven over onze ruggen aan belachelijke projecten zoals de JSF, de F-35 of weet dat ding, de Joint Strike Fighter. Hij weet van die scam. En hij, als wij erachter komen, dan als hij dan nog leeft, dan krijgen we van hem geld terug. En als hij overleden is, dan krijgen we geld terug van zijn familie. Minimaal van die auteursrechten van die kinderboeken die deze onbenul heeft geschreven. Al met al moeten we bij elkaar gaan zitten. Bedrijfsleven, overheid. Helemaal niet! Ik wil geen gelul meer. Nog meer bij elkaar gaan zitten. We zitten al bij elkaar in Straatsburg. We zitten bij elkaar in Brussel. We gaan weer vergaderen in Hamburg. En dan moeten we met z'n allen naar Keulen. En hier in Arnhem zitten ze ook de hele tijd te vergaderen. In het provinciehuis. En dan weer in het gemeentehuis. En allemaal koffie drinken. En dat allemaal op mijn kosten. Ik dacht het even niet, meneer Terlouw. Ik ben het geouwe hoer totaal beu. En ook particuliere initiatieven. Oh, wat fijn. Particuliere initiatieven. Nee, nu ga ik echt janken. Als ik hier in Nederland een initiatief ga beginnen en dan ga ik gewoon zonne-energie vangen. Ik zet gewoon een weiland vol met, bijvoorbeeld hennep. Hè? Hennep is een prima plant. Of aardappelen. Hè? Dan vang ik gewoon zonne-energie. Ja, ga het maar doen. Ga maar aardbeien verbouwen hier in Nederland. Ja, je mag wel aardbeien verbouwen, maar als je ze in een doosje stopt en je gaat het aan de weg verkopen, dan komt meneer Terlouw langs en die zegt, hé joh, dat is CO2-belastingen. Want die aardbeien van jou, die gaan opgegeten worden en al die mensen gaan CO2 uitademen. Dus we willen even bij elkaar gaan zitten en dan spreken we een percentage af. Ooit gehoord van het woord maffia? Zoals het initiatief, wij willen hem weg. Die kolencentrale moet dicht en dat weet eigenlijk iedereen. Het is goed om dat verantwoord. Het gaat dus over een of andere kolencentrale. Daar verbranden ze dus kolen. Daar wordt dus CO2 in de atmosfeer gebracht. Dat zouden ze eigenlijk beter kunnen opvangen. In een soort tankjes of zo. Of een, ja, voor mij wordt het een soort. Ja, vang het maar ergens in op. Maar die CO2, dat is heel lekker voor planten. Dus dan moet je misschien een buizenstelsel maken. Nou, dan maak je maar een buizenstelsel. En dan voeren we al die CO2, die voeren we af naar de kassen ergens. Of we zetten gewoon daar kassen neer. Dan zetten we bij de Hemwegcentrale allemaal plantenkassen. Vanwege van die hele hoge kassen. Ja, en dan allemaal verdiepingen erin. En een beetje af en toe raampje open. En dan hup, al die CO2 van de Hemwegcentrale erin. Dan groeit dat hele ding helemaal vol. En dan komen tomaten uit van 10 centimeter. Die hartstikke blij zijn met al die CO2. Ja. Nee, dat wil meneer niet. Nee, kappen met die handel. Geen groentetelen meer in Nederland. Voort en zorgvuldig te doen. Je moet dan denken aan de mensen die daar werk vinden en die ander werk zullen moeten vinden. Aan sociale plannen enzovoort. Maar dat moet gebeuren. Sociale plannen? Ja? We gooien de centrale dicht. En die mensen die krijgen dan een lauwe handdruk mee. Of een flauwe handdruk. In ieder geval een habbekratje. Hier heb je een sociaal plan. Ik dacht eigenlijk dat meneer Terlouw zou moeten spreken van we ontnemen die mensen die hebben ingezet op een baan die ze nog 20 jaar zouden kunnen draaien. Tegen een gemiddeld salaris van, laten we het makkelijk doen, van die arbeiders meegeteld. Voor het gemak direct €2.000 per maand netto. Dat is dan per jaar €25.000. En dat keer 20 jaar, dus iedere medewerker krijgt €250.000 mee. Dat zou hij moeten zeggen. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je zo'n business onderuit halen? Dus dit is gewoon een Nederlandertje pesten. Hij lijkt wel een kut Marokkaan. Dat staat vast. En daarom steun ik van harte deze actie. We willen hem weg. Nou, mooi is dit. Erg blij mee. Maar dit kan dus echt niet. Dit slaat helemaal nergens op.
Er is helemaal geen probleem met CO2. Het is gewoon de koolstofcirculatie. En een deel van die koolstof is dus bedolven onder stenen. Oh, even om uit te leggen. De andere theorie, en dan zou het eventueel zorgelijk kunnen zijn. Maar dat is dat die aardolie, dat die door een heel bijzondere magnetische elektrodinges Tesla coil proces ontstaat die aardolie bij voortduring in onze aarde. En daar moeten wij van afblijven, in die theorie dus wel. Want dan heb je dus een onbeperkte toevoer van aardolie, ja, en dan stik je op een gegeven moment hier van de CO2. Want de CO2 moet ook niet al te hoog worden natuurlijk. Maar dat wordt hij niet. Want die planten absorberen dat. En iedere keer als ik hier de gemeente weer in de rondte zie lopen met van die snijers. Dan zitten ze al die bomen weer kapot te maken. Dan gaan ze die struiken weer. Ja, dat is allemaal CO2-belasting. Oh, waar meneer Terlouw het ook niet over heeft. Hè? Dat is een geniepert, hoor. Ik zal hem er even vol in beeld houden. Dat is echt een geniepeling, hè. Wat denk je dat de Irak-oorlog gekost heeft aan CO2? Zit hij fijn tegen ons te vertellen van ja, nee, maar het ding komt de CO2 en de Hemwegcentrale moet dicht. Maar wat heeft de Irak-oorlog gekost? Wat zijn nu in Syrië? Ze hebben 57 Tomahawk-raketten afgevuurd op Syrië. Nou, mijn huis in de fik gevlogen. Hoeveel CO2 is dat? En wordt daar belasting over betaald? Nee, ik dacht het niet. Kortom, als je je vijand wil leren kennen, je hebt hem hier in beeld. En er zijn voor hem, wat mij betreft, twee mogelijkheden. Hij is zich niet bewust van zijn eigen domheid. En dat is juist domme mensen niet vreemd. Of hij speelt toneel. En in dat laatste geval, ja, ik hoop dat hij dus gewoon zich niet bewust is van zijn eigen domheid. En als hij het niet met me eens is, dan ga ik. Ik hoop dat hij kan skypen. Dat weet je tegenwoordig ook niet, dat mensen dat onder controle hebben. Maar ik sta open voor een Skype-gesprek met deze man. Ik wil dit best wel toelichten. En ik vind echt dat dit totaal belachelijk is. En hier, maar dit is onzin. Er is helemaal geen klimaatprobleem. Ja, het klimaat verandert, ja. Maar het klimaat verandert ook wel meer op andere punten, hè. Als je hierin tegenwoordig over straat loopt, dan ben je gelijk op taalles. Er staat in het Nieuwe Testament, in het boek Handelingen, daar staat dus dat de Heilige Geest daalde neer en iedereen kon ieder zijn taal praten. Nou, is er in Arnhem keihard nodig. Want je hoort van alles. Somalisch, Turks, Marokkaans, Berbers, Arnhems. Maar die enkele Arnhemmer die hoort, ja, er zijn heel veel mensen die kunnen het ook. Maar die kunnen dan ook weer andere talen. En waar hebben we dat voor gekregen? Dat is misschien een klimaatverandering. En dat de middenstand hier in Arnhem gewoon totaal weg is. Hè? Zoals die Suriërs dan zeggen, dat is allemaal weg, man. Ja, dat is ook een klimaatverandering. Dit, de kop van deze kerel, dat is geen klimaatverandering. Want het is hetzelfde gezeik wat ze ons al jarenlang geven. En hij zit gewoon al lang mee te doen. Dat denk ik, hoor. Ik denk dat hij. Dan laat ik zo zeggen, als ik zo oud. Want hij is ouder dan ik. Het feit dat je er nog niet achter bent waar je in al die jaren aan hebt meegewerkt. Namelijk het kapotmaken van Nederland. Zoals Adolf de vioolspeler, Adolf Hitler, Duitsland kapot moest maken. Hij heeft lekker meegewerkt aan de destructie van Nederland. En nu nog eventjes de laatste sinaasappels uit. Nee, de laatste druppels uit de sinaasappel persen. Zodat we geen tomaten meer mogen verbouwen. Daar beticht ik hem van. En you believe me, dat als dit zo doorgaat, dat ik gelijk ga krijgen. Hey, hartstikke fijn dat jullie hiernaar geluisterd hebben. En op zijn hamburgers en op zijn vrolijks zeg ik tjus en dag lieverd.